Laten we het gaan hebben over de defensiebegroting die deze week besproken wordt in de Tweede Kamer. Nu ongeveer 10 miljard euro. Hij gaat omhoog. Hij is al omhoog aan het gaan. Nieuwe spullen. Er komen 9 extra J6 of F-35's worden er besteld. Nieuwe gevechtsuitrustingen voor de manschappen. Drones, de MQ-9 Reaper. Ja. 4 nieuwe duikboten komen eraan. Mm-hmm. Maar u bent niet tevreden? Het is niet genoeg? Nou ja, kijk, we moeten natuurlijk van ver komen. Dit kabinet investeert zo'n 5,5 miljard. En gelukkig hebben we in deze begroting kunnen we aangeven dat er nog weer extra geld bij komt. Hoeveel? Zo'n 3,5 miljard tot en met 2030, als je daar naar kijkt. Maar daarvan is 162 miljoen is structureel. Dus in 2024 komt er 461 miljoen op de begroting bij. Nou, dat is niet genoeg. Dat was in eerste instantie natuurlijk bedoeld om ons NAVO-plan te financieren. Waar die F-35's bij horen, die u net noemde. En ook wat meer voor het personeel te doen. Maar dat is wel weer een belangrijke stap. Maar het is uiteindelijk niet genoeg om van herstel ook helemaal naar modernisering te gaan. Want in die fase zitten we. Er zijn ontzettend veel achterstanden ontstaan. Voor een deel ook door het onderwerp waar zo over gesproken gaat worden. Dat de gedachte is in 89... dat je, het is vrede. Ja, dat het vrede was. Dat je een vredesdividend zou kunnen hebben. Dat je niet hoefde te investeren. Dat je gewoon vrij bleef hier in het land. We hebben net al 3 voorbeelden aangehaald. Eigenlijk als je er goed naar kijkt. Waarom we eigenlijk niet zo naïef moeten zijn in Nederland. Dat we zomaar vrij blijven. Ja. En dat betekent dat er dus echt best veel bezuinigd is op Defensie. En we dus van ver komen en stap voor stap vooruit gaan. Wat u maar zei, nog lang niet genoeg. Nog niet genoeg, want u zei niet alleen niet naïef zijn. Elsevier heeft een groot defensiedebat gehouden recentelijk. Zeker. En daar zei u, wij kunnen onszelf als land niet verdedigen. Nee, dat is ook zo. Ja, dat is gewoon de werkelijkheid. U lacht erbij, maar dat is een hele stevige uitspraak. Ja, u glimlacht erbij. Ik lach er niet bij. Nee, dat snap ik. Dat is op zich zorgelijk natuurlijk. Ja. Maar waar liggen dan de risico's? Waar maakt u zich zorgen over? Ik heb dat gezegd in een bepaalde context. Hè. Als je ernaar kijkt, natuurlijk, we kunnen een aantal dingen doen. We doen de binnenlandse taak, is bijstand verlenen. We kunnen voor een deel naar missies toe gaan. We doen missies in NAVO-verband en anderszins. Maar we kunnen het niet lang genoeg en niet genoeg, lang genoeg volhouden. We hebben niet genoeg materieel op dit moment nog. Dus er moet echt wel meer bijkomen. Zeker gegeven de dreiging. Net is de terroristische dreiging, zeg maar de zuidkant besproken, Syrië. De IS-strijders die ook mogelijk hier wat zouden kunnen doen. Als je kijkt naar wat er in Rusland gebeurt, dan wordt daar ook heel veel opgebouwd. Rusland die zich ook ontplooit nu weer in de richting van het Midden-Oosten. En dan denken mensen misschien hier, we zijn vrij, we zitten hier op een zondagochtend in Amsterdam. Maar daar moeten we ook wel wat voor over hebben met z'n allen. Hè? Die waarde van vrijheid, ik denk dat we daar te weinig over nadenken met elkaar. En dat moet ons dus wat waard zijn. En dat betekent dat we gewoon extra moeten investeren in Defensie. Een van de dingen die u specifiek noemt is de luchtverdediging, ons luchtruim. Ja. Niet op orde. Niet op orde. We doen het allemaal, hè? Maar we kunnen het uitvoeren. Maar we kunnen het gewoon niet lang genoeg. Het is niet voor niks natuurlijk dat we ook nieuwe vliegtuigen aanschaffen die moderner zijn en meer van deze tijd. Ja. Maar bijvoorbeeld raketaanvallen vanuit mogelijk vijandelijke gebieden. Daarvan zegt u dat we hebben dat niet. Nee, zegt u het maar. Ja. Ja, nee, nou ja, goed, we zijn niet overal op voorbereid. Sowieso is het zo dat we nooit helemaal alleen kunnen. Hè, want dat moet er wel bij gezegd worden. We zijn niet voor niks een NAVO-bondgenoot. En we werken in Europees verband samen. Dus we moeten altijd het samen doen. Maar als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de NAVO, dan is het zo dat natuurlijk in 2014 is afgesproken. We hebben het geloof ik al eens eerder over gehad dat we naar 2%... De norm, de beroemde norm. BBP moeten gaan in 2024. Dat halen wij niet. Hè, dus dat hebben we ook aangegeven. We investeren wel extra. We zetten een eerste stap, maar we halen het niet. Maar die norm is niet zomaar omdat die een norm is. Die is onderbouwd met wat dan in ons jargon heet capaciteiten. Wapensystemen, een aantal mensen die je moet hebben. Maar uiteindelijk ook voor onze verdediging te kunnen staan. Maar als je dan, dus het gaat me niet zozeer om de norm, maar het gaat erom dat we met elkaar hier ook nadenken over wat het betekent om veilig te zijn en dat je daar wat voor over van moet hebben. Verplichtingen voldoen, wat Donald Trump van ons eist. Ja, daar ben ik het mee eens. Daar hebben we de vorige keer, geloof ik, toen ik hier was, ook over gesproken. We doen want dan zie ik gisteren we doen ons best, maar we zetten niet stappen genoeg. We zijn zelfs een plaatje op tweede. We moesten voor 1 november, dus dat is nu net geweest, onze cijfers weer aanleveren aan de NAVO. Daar is
er in december de leaders meeting over. Ja, en dan zijn we, ondanks dat we extra investeren, zijn we toch nog weer een plaatsje gezakt. We zijn nu de vierde van onder. En we zijn wel een rijk land natuurlijk, als je er goed Maar mevrouw Bijleveld, ik zit dan gisteren bijvoorbeeld naar het NOS Journaal te kijken. En dan komt er 400 nog iets miljoen extra voor de leraren, wordt er zo vrijgemaakt. Leraren trouwens nog steeds niet ook blij. Ook heel maar goed. Ook heel goed, ook belangrijk. Maar dan zeg je, als dit de prioriteit is, die zo belangrijk is, ja, dan waarom lukt het ons dan niet om binnen het kabinet, maar ook daarbuiten, dat geld voor elkaar te boksen? Nou, we investeren, hè? Ja, maar, maar niet genoeg. Het is natuurlijk heel veel wat er extra bij moet komen. Nou, het heeft voor een deel natuurlijk een oorzaak dat we een tijd heel lang anders gedacht hebben. He, dus dat we dachten dat er van een vredesdividend überhaupt sprake kon zijn. Dat er gedacht werd in voor defensie is een soort ambitie. Je hoeft het misschien niet te doen. Terwijl het volgens mij randvoorwaardelijk is om überhaupt een salaris aan leraren uit te kunnen betalen. Of als je geen vrijheid hebt, kan je ook geen onderwijs geven. He, ga maar eens praten bijvoorbeeld in Afghanistan, wat ik heb gedaan met in dit geval 3 vrouwelijke militairen. En die zeggen, ja, ik vroeg aan hun, waarom doen jullie dit? Waarom wij opereren ook in Afghanistan. En dan zeggen ze, ja, wij doen dit voor de toekomst van onze kinderen. Want als er geen vrijheid en geen stabiliteit is, dan kunnen onze kinderen helemaal niet naar school. Hè? En dan, dus dat is iets wat uiteindelijke gevolg is, dus dat de Amerikanen zeggen, bekijken maar, we trekken ons terug uit Syrië. En, en dat de Koerden dus, hè, zoals gezegd wordt, worden overgeleverd, omdat de Europeanen ook in NAVO-verband, niet voldoende een ding niet doen. Leveren. Nee. Gewoon, ja. Ja, nou ja, goed, daar is ook nog wel wat anders over te zeggen. Maar kijk, ik ben het op een heleboel terreinen niet met Trump eens, zoals u weet. Maar in dit geval is het natuurlijk wel zo dat onze handtekening eronder staat. En dat vertrouwen heeft altijd een soort wederzijdse kant natuurlijk. Hè? Dus je moet ook van elkaar op aankunnen. We zetten stappen, maar het is niet genoeg. En ik heb zelf trouwens ook gezegd, kijk, het is heel gek eigenlijk als je er zo over nadenkt. We hadden het net over het onderwijs bij dat Elsevier-debat. Het is net alsof je als je een huis koopt, een boekenkast koopt, maar geen deur met een slot erop. Hè? Maar je moet ook een deur met een slot hebben. En dat is defensie. Dus zo moet je er ook over durven nadenken. En je moet er met elkaar over spreken, eigenlijk net zoals jij net deed, wat de reële dreiging is. Dus de oproep is, wees niet naïef. Wees niet naïef. Wakker. Wat mij betreft. En nou ja, het is natuurlijk eigenlijk gek als rijk land, hè, dat je zo onderaan op de lijstjes staat. En dat moeten we ons allemaal aantrekken.